hier naar polymeren. Hoe kan het dat dezelfde stof, dezelfde polymeer, toch andere eigenschappen heeft? Dus gaan doen, we gaan op microniveau kijken hoe we op macroniveau andere eigenschappen hebben. Dus we gaan naar het molecuul kijken, om te kijken wat de stof uiteindelijk voor eigenschappen kan doen. Die flexibiliteit van een thermoplast, daar kom ik straks op. Ja, kunnen we aan drie knoppen draaien. De polymerisatiegraad, de zijketens of beweegmakers kunnen toevoegen. Goed, ik bespreek ze één voor één en daarna kom ik op die term thermoplast. We hebben het dus over een bepaalde soort van kunststof. Die polymerisatiegraad, daar kunnen we mee spelen op het moment dat we die polymeren gaan maken. Als we die polymeren maken en we stoppen er heel veel initiatorstof bij, moleculen, we zorgen dus voor heel veel van die initiatormoleculen, dan kan je je voorstellen, dan worden onze ketens korter dan als we er vrij weinig initiatormoleculen bij stoppen. Dus bij meer initiatormoleculen is er maar weinig. In dit geval moeten die dubbele bindingen bijvoorbeeld ethene voorstellen. Dan heb je per initiatormolecule maar relatief weinig ethene-moleculen die daar reageren mee. En dan krijg je dus een relatief korter polymeer. Wat overigens nog steeds een heel lang polymeer is. Als je veel minder van het initiatormolecuul erbij stopt. En dan krijg je dus een veel langer molecuul. Een veel langere polymeer. We noemen dit, als dat polymeer een stuk langer is, noemen we het een hoge polymerisatiegraad. En bij een kortere polymeer, noemen we het een lager polymerisatiegraad. En hoe korter de ketens, hoe flexibeler die stof is. Dus van tevoren moet je daarover nadenken als fabrikant. Wil ik een flexibele stof of wil ik juist een stugge stof? Dus wil ik een flexibele stof, of wil ik juist iets wat stugger is? In beide situaties moet je daar van tevoren over nadenken. Ja, ik weet niet of het zo is, maar dit zou hetzelfde polymeer kunnen zijn. Ja, dit is vrij stug en ook de pennen die erin zitten zijn natuurlijk van een polymeer. Die zijn ook vrij stug, maar er zit flexibiliteit in. En als ik hier naar dit case kijkt van mijn mobiele telefoon, dan is die heel erg flexibel. Dus dit is één mogelijke manier om die flexibiliteit op te lossen. Dan hebben we dus toch ongeveer hetzelfde molecuul, alleen die polymerisatiegraad die verschilt. We kunnen ook naar een net iets ander molecuul kijken, dus ik speel hier een klein beetje vals. Is dat als er grotere zijketens aan mijn polymeer zit, dan heb ik nog steeds een heel lang polymeer, waarin het molecuul dus een zeer langgerekt molecuul is, maar bij grotere zijketens is mijn kunststof ook stugger. Als er geen zijketens zijn, zoals bij polyethene, dan heb je een vrij flexibel molecuul. Als ik bij polystyreen kijk, dan zijn die benzeengroepen, dat zijn hier mijn zijketens, en die heb ik nu wat te klein getekend, tenminste, niet te klein, ik heb die te klein getekend als je die vergelijkt met die koolstofketens hier. Maar hoe groter die groepen, hoe moeilijker het is om die grote polymeren of die polymeren tussen elkaar te verschuiven. Ja, die blijven hangen bij elkaar. Zo stel ik me dat tenminste voor. Dus zijketens bepalen ook weer mijn eigenschappen van mijn kunststof. Een derde. Ja, dan blijven mijn polymeren wel gelijk, maar ik kan er ook een spulletje tussen die polymeren toedienen. Ja, dat noemen we weekmakers. En dat weekmakers, dat komt van het ouderwetse woord week, wat zacht betekent. Het heeft dus niets te maken met dagen van de week. Maar weekmakers is dus een zachtmaker. En die zachtmaker, dat zijn vaak ftalaten. Ja, begin met een F, ik verspreek me niet dit keer, ftalaten. En die ftalaten, die zitten hier tussen die hele lange ketens. Die zorgen dat die ketens van elkaar afkomen. Dat de Van der Waals-krachten, de Van der Waals-binding, dat die minder wordt, omdat die afstand groter wordt. En dat betekent dus dat die flexibeler worden. Die ketens die kunnen makkelijker over elkaar heen schuiven. Je weet van de Van der Waals-binding in de vierde klas, dat een plat molecuul, dat die binding veel sterker is.
Dus die kunnen over dat hele platte molecuul kan die van der Waals-binding op elkaar ingrijpen. Terwijl als ik bolletjes heb, is die van der Waals-binding veel kleiner. Ja, en hier compenseer ik dus die hele lange ketens die een hele sterke van der Waals-binding zouden hebben, door iets tussen te stoppen. Ja, dus kleinere van der Waals-krachten en die zorgen dus voor flexibelere plastics. Dus aan deze drie knoppen kan ik gaan draaien. Die ftalaten die ik hier tussen stop, ja, dat zijn stoffen die biologisch kunnen fungeren, die door cellen als pseudohormonen worden gezien. Dus je hebt nou ook allerlei kunststoffen voor drinkflesjes die bepaalde ftalaten niet meer gebruiken, omdat die toch in het drinkwater dan terechtkomen of in de limonade die je in die fles hebt. En nou, daar reageren wij als mens, reageert ons lichaam op. Goed, terug naar die term thermoplast. Een thermoplast is dus een plastic ja, die met verhitter, plastisch wordt, dus flexibeler. Dus dat is een plastic, een kunststof, die als je die verwarmt, wordt die flexibeler. Dat zijn de meeste kunststoffen die wij kennen hier. Ja, dus als ik dit verhitten, ja, dan wordt het flexibeler. We hebben de thermoplast, die staat in tegenstelling tot de thermoharder. En alle kunststoffen die wij bijvoorbeeld in ons elektriciteitsnetwerk gebruiken, ja, dat zijn thermoharders. Die kan je verwarmen, maar dat maakt niks uit. Dat doet geen effect aan hun flexibiliteit. Dit blijven hele stugge, hele sterke plastics eigenlijk, kunststoffen. Ja, hier gebeurt niks mee, die worden niet flexibel. Dat is maar goed ook, ja, want zo'n stoppen of hier zo'n lichtschakelaar of zo'n stopcontact moet natuurlijk ook niet flexibel worden als die warm wordt. Want in gebruik, als je de stofzuiger aandoet, ja, dan wordt die warm. Maar dat haalt dus niets uit, ja, dat haalt niets uit met de flexibiliteit. Het is niet dat het stopcontact het kunststof weglekt als die heel warm wordt. Dat is maar goed ook. Hoe lossen we dat op? Hoe zorgen we dat het een thermoharder wordt? Dan zorgen we dat het netwerk, ja, dat er een netwerkpolymeer ontstaat door crosslinks, noemen we dat. Dus dat zijn covalente bindingen. Dus ik haal eerst allerlei polymeren en ik zorg dat die polymeren onderling covalente bindingen gaan vormen. Dus dan hou je een netwerk over en dan heb je dus een keihard kunststof. Ja. Het lastige hieraan is dat het heel lastig te recyclen is. Ja, omdat al die covalente bindingen, daar kan je uiteindelijk niks meer mee doen. Terwijl een thermoplast, die kan je veel eenvoudiger recyclen door het weer op te knippen in kleinere stukken. Goed, zo hebben we dus toch ongeveer dezelfde stof. Ja, mijn titel is een beetje, klopt niet helemaal, maar toch ongeveer dezelfde stof kunnen we toch andere eigenschappen geven. Ik hoop dat dit duidelijk is. Zet je comments hier beneden als je iets mist of als je een opmerking wil maken of een vraag wil stellen. Ja, je kan natuurlijk even terugkijken naar die polymeren waar we het over hebben. Hoe ontstaan ze ook alweer, door condensatie of additie. En je kan natuurlijk subscriben. Heel veel succes!